Om te beginnen wil ik iedereen die mij een reactie heeft gegeven naar aanleiding van episode 1 heel erg bedanken. Erg leuk om de feedback te krijgen en ik zal jullie zeker up-to-date houden. Laten we gelijk beginnen met wat ik de afgelopen 2 weken hier heb gedaan. Ik ben naar Bosasa geweest, een jeugdgevangenis in het westen van Johannesburg. Maar om alles over dit programma uit te leggen, laat ik het woord eventjes over aan mijn collega, want dat was immers de initiatiefnemer. Enzo, voor jou is het woord, bruh. My man, introduce yourself, bro. Yeah, man, this is Enzo Slageis, aka CEO of the streets. You know this, representing the Cultural Development Trust. Right now, we are at the Bosasa Youth Center for Incarcerated Juveniles. We've just done a music and poetry workshop. We've been here for the past 2 weeks. It's been going great. I mean, working with troubled kids is so enlightening, it's so encouraging, and you leave here so fulfilled, man. So yeah, that's where we're at right now. Basically, the goal is to inspire these young people to, you know, get out of this institution and try and transform back into society in a positive way and see themselves as positive people who can contribute positively in art. You know what I'm saying? Basically, the project leads up to a showcase where the 17, plus minus 17, 19 participants that we've been workshopping for the past 3 weeks are going to showcase their material at the end, which is happening this coming Saturday, 21 September 2013. It's gonna be crazy. We've got Goomba Fire, we've got a beatbox choir, we've got poetry in motion, we've got Nyaope, you know, a song where these kids are talking about how drugs will mess up your life. And we're obviously gonna close it off with the boys from Bosasa, you know, cause KYC rocks. Yeah, what? That's what's up, man. Holla okay. Back. Zoals Enzo net al aangaf, heeft hij die allemaal professionals in de creatieve industrie dus bij elkaar geraapt als het ware. Om workshops te gaan vormgeven. Een van die professionals was Cass, de beatboxer. En met hem had ik ook eventjes een interview. Yo bro, introduce yourself. Yo, what's up? What's up? Nah, my name is Cass. I'm from Soweto, Isola, deep Soweto. And I'm a verbal percussionist, aka beatbox. Today I came here to the Bosasa Center teaching some local youths how to beatbox and how to be confident and make music through their sounds, like nose, mouth, tongue, like everything. Cheap way to make music, basically. The kids, they're right, you know, like they're keen. They just need someone who's gonna be there with all the time to encourage them, because once we leave, that's how they fall astray. Ja, dat was nogal indrukwekkend daar in de jeugdgevangenis. Om te zien hoe talentvol die jongens eigenlijk zijn. Wat ze al hebben meegemaakt voor hun leeftijd, dat slaat helemaal nergens op. En vooral de potentie die ik in ze heb gezien. Ze zijn onwijs creatief, altijd bezig met muziek. Ze zijn enorm ritmisch. Toen de DJ langskwam om hun te leren inmixen, waren de 2 jongetjes die hadden binnen een half uur hadden ze al door hoe mengpaneel werkte en konden zo vlekkeloos housemuziek met elkaar inmixen. Wat ik ook heel mooi vond was de gedichten. Een jongen, Louis, is enorm getalenteerd met schrijven en voornamelijk poëzie. Hij heeft een gedicht geschreven voor zijn moeder. Zijn gedicht heette Single Mothers Raise Soldiers. Ja, dat was zo enorm diep. Ik hoop dat ik de tekst doorgestuurd krijg. Dan ga ik deze zeker online posten. Als wij daar binnenkwamen en onze workshops deden, dan leek het allemaal koek en ei. En dan kwam je een dag later kwam je terug en dan hoorde je dat vlak na de workshops dat ze 1 massaal gevecht hadden met sloten op elkaar in hebben geslagen. En dat ze 2 dagen vastzitten omdat ze straf hebben. Ik weet niet of het mooi is, maar ik vond het wel iets om met jullie te delen. Er was een jongetje die was met weekendverlof. De broer van dat jongetje die met weekendverlof was, die heeft allemaal vrienden in die gevangenis zitten. En die dacht, ik help mijn vrienden even uit. Ik stop het flesje body lotion van mijn broertje eventjes helemaal vol met drugs.
zodat hij ook vrienden maakt daar. Als hij terug is, dan kan hij dat aan hun geven. Maar ja, ze werden dus gecontroleerd en ze vonden de drugs. En nou ja, dat jongetje dat heeft dus weer een strafverhoging gekregen van volgens mij 6 maanden. We werden willekeurig wel eens gecontroleerd of wij geen drugs meenamen of iets anders. En kwamen in een kamertje en moesten we strippen en dan gingen ze onze rugtas checken en alles. Nou, vanzelfsprekend hadden wij natuurlijk niks bij ons, we komen daar alleen maar om te helpen. Maar er hingen wel foto's van mensen die het hadden geprobeerd in het verleden. Moet je voorstellen dat een moeder een casino bruin meeneemt. Al het brood eruit heeft geschraapt en vol heeft gestopt met drugs, naalden, telefoons, noem het maar op. Ze hebben toegewerkt naar een eindevenement waarin ze moesten laten zien wat ze geleerd hadden. Hierin hadden we dus dans, theater. It's not too late to change until it's over. En visual arts, dat gaven 3 andere docenten, gaven die workshops. En wij gaven dan music and poetry. Ouders uitgenodigd, vrienden, familie. En ja, was op een zaterdag. Het is echt schitterend om te zien hoe die ouders zeg maar realiseerden dat hun kinderen veel meer konden dan alleen maar overvallen, stelen en liegen en bedriegen. En zagen dus een hele andere kant van die kids. En ik denk dat ik voor alle docenten kan spreken dat we heel erg trots waren op de kids in Bosasa. Dus keep up the good work, guys. Ballin', baby! 3 bedden. Ik slaap hier in mijn eentje. Prachtig plafond. Kijk eens even. Het is net alsof je in Griekenland bent. Maar dat ben je niet. Mijn eigen bad. Handdoeken, altijd strept. Prachtig uitzicht. Nee. So that's how we live in here. Joburg, baby. Krugersdorp. Yeah! Nou, dan ben ik door mijn gesprekstof heen en dan is het tijd om over te gaan tot de kijkersvragen. De eerste komt van Percy Junior Marten uit... Oh, hij heeft geen woonplaats op dit moment, zie ik. Oké. Okay. Nou, in ieder geval zijn kijkersvraag luidt. Hebben de Zuid-Afrikaanse mensen rituelen waar je aan moet wennen? Waar ik heel erg aan moet wennen is het verschil in tijdmanagement. Het respect voor de klok, zeg maar, dat kennen ze hier niet echt. Alles gaat op z'n 11:30, tranquilo. Vaak worden afspraken niet nagekomen. Moet je wachten en nog eens wachten. Ik hou nogal van op tijd komen, ondanks dat ik Surinaams ben. De bus is op z'n zacht gezegd opmerkelijk. Het is eigenlijk een afgetrapt busje. Waar ongeveer 15 personen in kunnen. Er zijn niet echt bushaltes of zo en je gaat zitten. Je geeft het geld aan de mensen die voor je zitten en die geven het door aan de buschauffeur. En de buschauffeur, terwijl hij aan het rijden is, gaat hij berekenen hoeveel je terugkrijgt en geeft hij je geld terug. Als je eruit wil, dan schreeuw je gewoon en dan zeg je bijvoorbeeld after robots. En dat betekent dat je na de stoplichten eruit wil. En dan stopt hij midden op de weg en dan stap je uit met gevaar voor eigen leven en dan rijdt hij weer verder. Dan gaan we door naar Daan van S, a.k.a. Stuurmonster uit Purmerend. Die vraagt, welke taal spreken de mensen daar eigenlijk? Nou, dat is een beetje een mix. De jongeren hier die spreken een soort street slang en daar zit Zulu, Sotho, Engels en een beetje Afrikaans in. En Afrikaans, dat is dus dat gebrekkige Nederlands waar Jack Sparrow onder andere in rapt. Jack Sparrow en je moeder zijn huisie. Ze noemen het zelf de Dutch shortcut, omdat ze bijna geen vervoegingen van woorden gebruiken. Het lijkt alsof het makkelijk Nederlands is, maar het is best moeilijk als je ontwikkeld Nederlands kan praten. En dan krijg ik nu live er een binnen getweet. Ernst Komans uit Heuvelstraat in Tilburg. Hey, Nesto. Heel leuk, al dat serieuze gedoe, maar hoe zit het met bier, chicks en uitgaan? Really, Ernst? Bier. Ik heb tot nu toe 1 soort echt bier uit Zuid-Afrika geproefd. Dat is Castle Lager. Best zwaar. En ik kan er nog niet echt goed aan wennen. Castle Lager. They will make you walk backwards. Dus ik heb ook al stiekem wat Heineken's gedronken. Maar ze zeggen steeds tegen mij, Sydney, je moet de Zuid-Afrikaanse economie stimuleren. Dus drink Castle Lager. Nou, dat doe ik dan graag. Het uitgaansgedeelte, dat is best sick. Je hebt hier een club, dat heet Kong, Club Kong. Hele goede DJ's, vette sfeer. Is echt een van de dikste clubs in Johannesburg. Waar onder andere, als je een fles bestelt, de muziek wordt stilgelegd.
Dan komt Darth Vader muziek of Star Wars muziek wordt er gespeeld. En dan komt je fles die komt uit het plafond naar beneden. En die wordt dan naar je toe gebracht. Heel bijzonder. Ik weet niet waarom ze dat doen, maar het schijnt bal in te zijn. Dus, ja. De chicks, de vrouwen zijn prachtig. Je hebt ze in alle soorten, maten en kleuren hier. Dus ik mag niet klagen. Ik kijk mijn ogen uit. Dus ik hoop dat ik hiermee je vraag heb beantwoord. En daarmee komen we ook gelijk aan het einde van episode 2. Ik zou zeggen, stuur je kijkersvragen in als je een dringende vraag hebt. En ik probeer hem zo goed mogelijk te beantwoorden. Shout-out naar iedereen, back at home. Ik hou van jullie en tot de volgende keer. Mwah. Yo! Wow, that's art right there. So you know how to pronounce it? Yeah! Bangana gang bangers, baby! Zoals je ziet, ben ik op mijn Sonja Bakker hier zo. Ik heb mijn haar ook gedaan vandaag. That is a user problem. Boy, boy, boy. Just a little breakfast. Ik ben blauwer dan de tanden van je tante. Yo, 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 yo. Yo.